Deze lijst, deze kanonlijst, is een fantastisch uh, initiatief om bepaalde boeken terug hè, te promoten. Maar ik stel mij toch vragen bij de selectiecriteria. Als ik lees dat uh, bepaalde namen niet zijn opgenomen, zoals bijvoorbeeld een grote heldin van mij, Annie M. G. Schmidt, dan stel ik mij er vragen bij. Ze is langer dan 25 jaar geleden gestorven. Ze is een grote dame. Ze is natuurlijk ook uh, iemand die eigenlijk al een kanon op zich is. Die behoeft eigenlijk helemaal niet meer op zo'n lijst te staan. Maar het feit dat ze er niet op staat, vind ik bijzonder jammer. Ze heeft mensen leren lezen, ook mensen uit andere landen, zoals Kader Abdullah. En dan denk ik, pas een beetje je selectiecriteria aan. Omwille van. Dit soort belangrijke figuren en vooral vrouwen. Er staan te weinig vrouwen op de lijst. Nog steeds.